Ladies and gentlemen, please welcome your host of the event, Ronnie Overgoor. Now, let's start right away. The CEO of Unit 4. Ladies and gentlemen, a warm welcome for Stefan Sieber. How was the first year? Fascinating. Wat zegt het over Classic FM als station? De Vierjaargetijden is een van de meest favoriete klassieke stukken nou ter wereld, kan je wel zeggen. Luister je zelf veel naar, zonder dat je moet? Ja, ik luister sowieso in de weekenden vaak, in de zondagochtend, met een ontbijtje. Met meneer Klein. Natuurlijk heerlijk, met meneer Klein. Ja. En die vindt dat, die kan het ook waarderen op zijn tijd. Ja. Tonight we're going to dive into the world of mobile loyalty. It's a mixed audience here. It's for your first marriage or a second. Audience, so it's informal, it's not too official. So there's a laugh and there's a high energy, great location. So I loved it. Van harte welkom op NSM 10, de 10e editie alweer van het Nationaal Symposium van de Makelaardij. Is techniek een bondgenoot die dit kan? Of is het een vijand die ons wegvaagt? Stel je nou eens voor dat jij alles zou kunnen, hoe zou je dit probleem dan tackelen? Door het gat te doen. Wie meer? Vraag, ja, voorraad. Heb je al ingeschreven in de KVK? Nog niet. Komt. Dus waar zit dat vuurtje? Dat zit in mij. Ja. 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 Ja, je hebt een waanzinnig bedrijf neergezet. Op een gegeven moment verkoop je dat. En dan heb je, weet ik veel, iets van 30 miljoen of nog meer. Komt dan op je bankrekening terecht. Hè? Wat doet dat dan met jou? Na de deal onderhandelen is het leukste eigenlijk. Alleen wij hebben lang met de Amerikanen onderhandeld, dat was minder leuk. En toen kwam die schommel. Ja. En die schommel was echt een geintje op de tekening, maar het werd dus echt een schommel. Nu draait dat ding meer dan 2 miljoen winst per jaar.